Hallo en welkom op het kanaal van Riri Roze Orakel. Fijn dat je er bent. Ik ga vandaag een legging doen voor het sterrenbeeld Ram. Voor de komende maand. Kijk je voor het eerst naar een video van mij? Welkom. Op dit kanaal doe ik intuïtieve algemene leggingen. Het is belangrijk dat je je eigen intuïtie raadpleegt tijdens het bekijken van deze video. En dat je aanvoelt wat met jou resoneert en wat niet, dat je dat laat gaan. Goed, voor de Ram. Wat me erg opvalt in deze kaart is het rode hier. En dat wijst voor mij naar de wortelchakra. De eerste chakra, de basischakra, en die staat voor onder andere veiligheid. Veiligheid, overleven. Dus het kan zo zijn, lieve Ram, dat de komende maand in het teken staat van veiligheid creëren, een basis, een veilige basis voor jezelf creëren. Ja, een stevige basis. Waarin je je veilig voelt. Kan van alles zijn. Het kan een huis zijn. Het kan een relatie zijn. Een baan. Iets met vastigheid. En stabiliteit. Het viel me ook op. Deze poot viel me ook op. Alsof je aan het kloppen is op een deur. Dus we gaan eens kijken. We gaan eens kijken. Ik gebruik voor de legging de Circle of Life Tarot en Believe in Your Own Magic Oracle deck. Voor de Ram. Zijn er 5 uitgekomen. Ja. Nou, wat ik hier heel erg zie is veel strijd. Veel actie. Ja, conflict. Strijd. Maar wat ik ook zie is dat daar een eind aan komt. En dat je geleid wordt naar iets nieuws. Iets wat jouw vervulling gaat geven. Ja. De Hermit. Dus het kan ook een innerlijke strijd zijn. Die jij aan het voeren bent, lieve Ram. Tussen het mentale en je gevoel. Mannelijke en vrouwelijke.
beetje veel. Ja. Ja. Dan ga ik er nog eentje. Dat is even iets anders dan wat jullie gewend zijn van mij. Daar is hij. Foundation and Achievements, nummer 4. Kaart van stabiliteit, veilige basis. We gaan eens even kijken wat hier allemaal ligt. Ja, dit doet me denken aan een heling van het hart. We hebben hier de kaart hartchakra. En we hebben hier... You can always rewrite the story. En misschien ken je dat. Een hartje van een of ander materiaal. En dat kan je dan stuk slaan. En al die scherven die kan je dan weer aan elkaar vastlijmen. En al die stukken van het hart die staan allemaal voor een bepaald trauma of een... stukje pijn of verdriet wat je in je hart meedraagt. Nou, daar doet mij dit aan denken. Zoals ze die steen boven die schelp houdt. Eigenlijk dat je weer even teruggaat, een periode waarin je teruggaat naar de pijn en het verdriet in je hart. Even teruggaan met de bedoeling om te helen, maar het kan ook zijn dat je door een bepaalde situatie daar komt. Dat je dus op een punt komt dat je weer mag kijken naar oude pijn, oud verdriet, oud zeer, oude stukken. De situatie in de komende maand gaat over jezelf terugvinden, de kracht in jezelf terugvinden. En deze zegt ook, gold, you don't need someone else to fix you. Ja, dus door te kijken naar die traumatische gebeurtenissen of die pijn die je bij je draagt of het verdriet, ga je erachter komen, ga je weer dichter bij jezelf komen te staan. He, waardoor je weer jouw eigen kracht kan ontdekken. Dit is ook zo'n prachtige kaart, de kaart van hoop. He, een kaart, een positieve kaart. Dat je weer positief naar de toekomst kan kijken. Dat je dit stuk kan afsluiten. Ja. Wat de uitdaging wordt in dit proces, is
het vertrouwen in je hogere zelf, je intuïtie en het luisteren naar je wijsheid. Maar dat is wel waar het hart voor staat. Hè? Het hart staat voor verbinding. Met anderen, maar ook met het goddelijke. Dat wat ons leidt. En hier zie ik dat nog als een obstakel gezien kan worden of als een uitdaging gezien kan worden. Misschien ben je dat verloren gaandeweg, dat vertrouwen in God, het universum, je gidsen, je intuïtie. Dus dat mag opnieuw, mag je dat gaan aansterken. En dan ga je er dus achter komen dat alle antwoorden en alle wijsheid in jezelf zit. Deze zegt ook, you already have all the answers. Jij hebt alle antwoorden. Je hoeft het niet meer buiten je te zoeken, maar je gaat erachter komen dat al die wijsheid in jou zit. En dat je wel degelijk je intuïtie mag vertrouwen. Want dat leidt jou naar je mag die veiligheid mag je in jezelf vinden. En daar waar ik het net al over had. Die veiligheid, je gaat erachter komen dat je die bij jezelf mag vinden. Toevallig 4-4. Dat die veiligheid in jezelf te vinden is. En dat opent deuren. Dat opent deuren. Ik zie hier gold, ik zie hier hoop, ik zie hier de 10 van bekers. 9. Er staat 10 bij, maar volgens mij is het 9. In ieder geval een kaart van waarin wensen uitkomen. Waar wordt voldaan aan al onze behoeften? Dus die pijn en dat strijd in jezelf, dan ga je een andere visie op krijgen. Door dat je het opnieuw bent gaan aankijken. En of dat nou onbewust is door een bepaalde situatie, dat je dat bent gaan doen of dat je dat gaat doen. In ieder geval ga je opnieuw kijken naar wat kan ik eigenlijk nu loslaten? Wat draag ik in mijn hart wat ik los kan laten? Zodat ik weer die band met mezelf kan versterken, met mijn intuïtie kan versterken. En dat ik me weer veilig voel bij mezelf. Thuis bij mezelf voel. Ja. Dus. Lieve Ram. Dat voor de komende maand. Dan ga ik nog een laatste kaart trekken. Zoeken hoor. Nog een laatste kaart trekken van de Star Coach Astro Oracle. Dan vind ik deze legging voor de Ram. Oh, kijk, die confrontation. Die strijd. Kijk, komt hij weer eruit. Confrontation. En die root, die wortel, wat ik net al zei, hè? Die wortelchakra die ik hierin zag. En dus waarschijnlijk staat de komende maand in
het teken van confrontaties, het opnieuw aankijken van pijnlijke zaken. Met de bedoeling oud zeer een plek te geven of los te laten. En vervolgens weer een stevige fundering voor jezelf te creëren. Eentje waarin jij je veilig voelt. Veilig voelt bij jezelf. Mooi. Lieve Ram, dit was jouw legging. Resoneerde het met jou? Vond je het een mooie legging? Laat het mij dan weten onderaan de video. Kijk je voor het eerst naar een video van mij en wil je vaker een legging zien? Abonneer je dan en klik op het belletje, zodat je een melding krijgt op het moment dat ik weer een nieuwe video plaats. Bedankt jullie voor het kijken en graag tot de volgende keer.